Ja, kijkers op mijn kanaal. Mijn naam is Dylan. Welkom terug bij een nieuwe Mindtopia video op mijn kanaal. Ja, dat klonk heel erg spannend. In ieder geval mensen, welkom terug op Mindtopia. En vandaag heb ik namelijk een best wel belangrijke dag. Ik heb een afspraak gemaakt bij het architectenbureau. En gelukkig hoef ik niet ver te lopen, want ik sta nu bij mij binnen. Ik moet nog steeds naar de fucking IKEA, maar het duurt gewoon... Ja, ik weet je, ze zijn er gewoon niet zo vaak en... ik moet gewoon aan IKEA nog. Ik moet heel veel dingen nog doen. Ik heb het echt best wel druk. Maar ik wil eerst geld verdienen. Maar daar draait mijn top ja, om. Ondertussen heb ik recht onderin trouwens mijn fitness. Mijn fitheid is 30 van de 100. Dus ik moet binnenkort weer even gaan kijken hoe ik ga doen. Maar goed, in ieder geval daar is het architectenbureau. Dus daar heb ik eigenlijk een afspraak om... Oh fuck, om 3 uur. Dus ik ga er nu meteen al heen. Ik ben eigenlijk te laat. Shit. Ik ga niet van te laat komen. Maar in ieder geval, ik heb een afspraak daar voor mijn wetkantoor. Wat ik zei in de vorige video. Hartstikke tof. Ik heb heel veel leuke reacties gezien inderdaad daarover. Van, ja, je moet dit doen. Dit soort weddenschapjes. En dat vind ik hartstikke gaaf als jullie dat gedaan hebben. Dus, dankjewel voor de reacties. Laat nog een paar achter. Maar ik heb nu een gesprek daar met Willem. En Willem is de baas van het architectenbureau. En, daar heb je Gijs. Met de Magikarp masker. Hartstikke tof. En even daar Dion en Bart. Nou, best wel druk hier in de buurt, man. Dan gaan we even bij Willem langs. Architectenbureau. Ja, het is wel hier. Even broodje. Dan gaan we. Hallo? Oh, hey, Dylan. Hey, Willem, hoe is het, jongen? Ik zag je net al aankomen lopen, dus ik dacht, nou, ik ga gelijk weer zitten op een stoel. Hey, we hadden een afspraak gemaakt. Yes. En je had het over dat jij een soort van, ik wil eigenlijk zoveel koffie aanbieden trouwens. Ik heb nog geen koffieapparaat. Is een broodje ook oké? Okay? Nee, ja, is goed. Prima. Doe maar. Oké, dus lekker iets broodje. Wat wij, we willen klantvriendelijk overkomen. Ik bedoel, we zijn heel klantvriendelijk. Hey, ik snap het. Dus, dankjewel. Okay. Maar jij wilde dus een soort kantoor of zo? Of een, wat was nou precies je idee? Een wetkantoor. Ja, ik had daar natuurlijk over bericht. Ik wil een wetkantoor openen op een plot. Yeah. Best een groot plot. En daar kunnen mensen wedden op dingetjes. Op gewoon kleine weddenschappen onderling. Of een soort van gokje. Wagen. Yeah. En als je wint, krijg je dus 1,5 keer je inzet. Dus je wint het act. Zeg maar, stel je hebt 1000 ingezet, verdien je 1500 euro. Heb je 500 euro verdiend in een paar seconden. Oh, dat klinkt wel heel interessant. Ja, nee, klopt. Oké, en dan moeten wij zeg maar het gebouw gaan ontwerpen en in ieder geval wat ik zeg maar altijd doe als ik bij, bij cliënten op bezoek ga ofzo, of omdat ze naar ons toe komen, dat we sowieso even een kijkje nemen bij het plot en dat jij een beetje uitlegt hoe had jij het een beetje voor ogen gezien. Oké. Ja, is lijkt goed. Je dat slim? Want ja, tuurlijk. Ik kan gelijk even heen lopen. Ik neem een boekje mee voor aantekeningen. Ja, is prima. Want dan kunnen wij een soort van offerte opstellen van hoeveel het ongeveer gaat kosten. Want had je al een soort van prijs in je hoofd dat je had gedoeld? Ja, ik ging ongeveer uit van 70.000. Dus het is pittig veel. Ja. Op zich kan je wel mooi huis bouwen. Het is op zich wel te doen, want wij hebben een offerte voor iemand anders over klaargezet. En dat is voor 80.000 maximaal. En dat is 2 verdiepingen in een woning. Dus het is wel iets moois voor neer te zetten, geloof mij maar. Top. En het ook is dat ik misschien ook korting ga krijgen van het bouwbedrijf. Omdat ze mij hebben genakt met de rukbunker. Nee, klopt. Ik heb dat gezien. Mijn prachtige appartementje dat ik daar nog steeds heb. Ik moet eigenlijk een soort van huisje gaan kopen later. Ja, maar dat maakt dus niet zoveel uit, denk ik. Nee, ik weet niet of je het ook al gezien hebt. Maar de andere helft is vanmorgen, toen je wakker werd. De andere helft is weg. Gaan mijn buren. Ja, je buren zijn weg. Ik heb het besloten om het te slopen. Ja, ik ga nog even. Ik heb die voor jou expres laten staan. Dat jij nog even daar kan wonen, gewoon tot een bepaalde tijd. Want ik ga eerst beginnen met het plot. Met de bloemetjes erop. Ik zal hem even laten zien. Dus dit is niet deze, maar dit plot. Ja, hier wil, met deze pilaren erop. Met de pilaren erop. Hier wil ik graag hier wil ik mijn bedrijfje hebben. Oké, eens even kijken hoor. Dit is van Rotjochie. Welk nummer is dit ook weer? Plot 186. Dat is 16 bij 24 is dat. Eens even kijken. Kunnen we gelijk een beetje gaan meten. Er ook gelijk bij. Even een vraagje die wij aan elke cliënt stellen. Even, ben jij hierbij? Ja. Wij hebben dus een deal bij het bouwbedrijf en bij de scrapyard. Dus jij kan kiezen, zeg maar, of wij gaan bij de bouwbedrijf laten wij de materialen importeren. Dat is net iets duurder, maar wel betere kwaliteit. Of je denkt, nou, haal maar bij de scrapyard weg. Dat is net iets goedkoper en dat is handiger. Wat komt jou goed uit? Nou, laten we het bouwbedrijf, laten we gewoon bij het bouwbedrijf doen, dat is wel prima. Oké. Nou, alleen, wat ik wel moet hebben, is het enige wat we kunnen verhalen bij de scrapyard. Wil je even kijken wat ze hebben misschien? Ja, is goed. Ik loop wel even mee. Ja, dan gaan we even kijken hoor. Dat zie je toch hierachter, dus boeien. Op het moment zijn ze volgens mij wel gesloten, hè? Ach, we kunnen wel even kijken of we misschien naar binnen kunnen. Ik heb niet zoveel moeite met dat soort regeltjes, joh. We kunnen wel ergens naar binnen sneaken. Oh, ze hebben die ladder weggehaald. Die kon eens naar binnen. Eens even zoeken, hoor. Is er geen... de slagbomen zijn gewoon open, of niet? Oh, ze hebben het helemaal dichtgegooid, inderdaad. Ze hebben een deurtje, ik weet niet... Verdomme, even kijken, hoor. Is er niemand om ons heen? Nee, is er echt niemand hier? Oké, nice. We kunnen toch wel naar binnen. Oké, dan gaan we. Kijken of je spullen je hebt. Want wat voor materialen wou jij voor het meest gaan gebruiken in je gebouw? Het liefst kwarts. En daar zit echt best veel kwarts achter. Oh, ja, en ik wil ook wel rood glas hebben.
Dus dat vind ik wel mooi. Heb je misschien al gedacht aan zo'n rode loper of zo? Ja, wat ik is aan het doen. Ik wil zeg maar, ja, je mag het best weten, jij woont er nu. Er komt een soort van, ja. Ik wil een soort van uitgaansplek maken. Om daaruit te gaan. Want ik, hè, mijn club staat er aan het einde. Uh-huh. En ik wil zeg maar ook heel veel gaan doen. Zoals eigenlijk, ik ga het idee van Samal een beetje nadoen. Ik wil de Red Light District maken. Oh, ja, oh precies. Dus zeg maar zo'n Samal, die heeft zo'n blauwe straatje. En dan heb jij zeg maar je rode steegje. Ik wil een rode steegje, ja. Gewoon allemaal met rode blokken. Als het liefst is inderdaad van redstone blocks. Maar die hebben ze hier niet meer. Dus dat moeten we wel... Klopt. Die zijn allemaal weggehaald. Ik weet niet waar die zijn gebleven. Volgens mij waren die één keer in een zwembad neergezet of zo hier in de stad. Oh ja, die is met David neergezet natuurlijk. Oh ja, ja, ik heb die David nog niet echt gesproken. Maar volgens mij liggen die daar in het zwembad. Maar ja, dan moeten we helaas... Alle die we hier hadden. Ik zie ook dat er bij Joris nog spullen staan. Maar die is volgens mij meer voor de hout. Ja, ja, ik zie het, ik zie het. Ja, ik heb zelf ook spulletjes staan. Dat moet ik nog verkopen aan. Met oranje wol en dat soort dingen. Ja. Kan ik ook 50k ongeveer voor krijgen. Maar ja, dan houden we het maar gewoon op redstone blocks. Wat we gaan kopen bij het bouwbedrijf. Ja. Maar je kan misschien wel kwarts vandaan halen. Kwarts kunnen we hier tenminste wel weghalen. En de rode glazen. En de rode glazen zijn 72 paints. Dus dat is wel lekker. Ja. En met witte glazen. Weet je, rood, wit kan allemaal. Maar dat mag je dan zelf uitzoeken. Dan krijg je wel gelijk een soort van. Eigenlijk geen casino gevoel. Eigenlijk wel een beetje, maar. We grijpen elkaar, denk ik wel, toch? Ja, ja, dat komt allemaal wel goed. Okay, je voelt gelijk alsof je ergens geld aan het verdienen bent. Of weg aan het gooien. Daar hangt het meer van af. Verdienen. Laten we het op verdienen houden, ja? Ja, precies. Oké, nou, laten we eens even gaan kijken verder naar het plot. Want hoe had jij misschien de inrichting in je gedachten? Had je misschien dat je een kantoortje wil hebben? Of wil een soort van hal waar je naar binnen loopt? Wat ik dus wil doen, ik ben even aan het twijfelen. Wat vind jij? Het is best wel het is een wedkantoortje met weddenschapjes. Ja. Maar ik wil ook gaan werken met een soort machinetje. Dat je inderdaad... Stel je voor, je komt binnen met een groep mensen of zo. Of we gaan het gewoon aanvragen en elke keer een invite sturen. Elke dag wordt er een loterijtje gedaan, een kleintje. Als in, heel simpel, 5 mensen moeten zich inschrijven voor rood. En 5 mensen moeten zich inschrijven voor team blauw. Ja. Ja? Ik snap het. En er zit in een machine. En uit die machine komt of een blauw blok of een rood blok. Heb jij de goede kant gekozen? Dan krijg je 1,5 keer je inzet dus weer. Dan krijg je dus inderdaad gewoon voor die in één keer 500 euro. Ja, precies, ja. En de andere krijgt dat dus niet. Dus wordt een kleine machine, of weet niet hoe groot dat wordt. Ik weet niet hoe goed jij bent met de machines. Eens even kijken, als je maar zo'n machine hebt. Technisch gezien gaat het over 2 keuzes. Je hebt 2 kansen. Ja. Dus het enige wat je nodig zou hebben is 2 lichten die kunnen aangeven wat er aan de hand is. Toch? Ja, ik weet het niet. Zoiets misschien, ja. Het is, of zou je nog denken van, ja, we kunnen misschien ook met z'n drieën gaan doen. Dat je 3 teams hebt. Nee, met z'n 2 is al het best. 3 teams is een beetje te veel. Ja, gewoon 2 kunnen. Denk. Heb je 50% hier... kans, dan willen mensen liever inzetten, hè? 50-50. Ja, is wel zo. Hoe groter de kans is, ja, precies. Ik denk als ze hier zo'n blokje nemen van 6 bij 7 of zo. Voor die hele machine. Ja, of het moet onder de grond. Maar ik weet niet hoe dat zit met vergunningen daarover. Dan moet gaan doen. Dat komt wel allemaal goed, Willem. Dan moet je geen zorgen. Zal ik wel even regelen dan? Als jij het gewoon fixen onder de grond kan bouwen. Dat het gewoon onder de grond gebouwd wordt. Ja. Komt het allemaal goed. Nee, dat kunnen we verder ook wel uitzoeken. Dat komt helemaal in orde. Maar waar had je ongeveer in gedachten waar je de ingang zou willen hebben? Je kan kiezen omdat je zeg maar, je wil een wetkantoor. Ja. En bij een kantoor zit je heel snel te denken van, nou oké, dan zetten we gewoon gelijk een blok neer. Allemaal aparte kamertjes waar mensen in kunnen zitten om gewoon even te bespreken wat ze willen wedden. Nee, het wordt dus gewoon echt letterlijk gewoon één toonbank eigenlijk. Gewoon een zaaltje met machientjes. Ja, een machientje met toonbank. Er is ook iemand achter die inderdaad ook aanneemt van een boekje van, oké, waar wil je stemmen? Komt ook een muurtje te staan. Oké, de stemdingen, de weddenschappen van deze week zijn die en die. Oh zo, dus gewoon je loopt binnen zeg maar. En dan lijkt het me mooist om dan een soort van grand entree te gaan maken. Een soort van, dat zijn 2 deuren. Het is wat jammer dat het niet symmetrisch kan hier. Ja, dat is wel verschrikkelijk. Maar dat kan op zich wel. Je mag ook voor mij op de zwarte lijn bouwen, hè? Dat mag. Dat kan. Oh ja, tuurlijk, want jij hebt die plot zet op jou. Ja. Oké, dus we kunnen het op zich nog wel symmetrisch maken. Maar dat is wel mooier. Dan heb je zo'n 2 deuren, dan kom je binnen. En het eerste wat je ziet is een balie met daarboven de dinges. En daarachter gewoon voor ruimte? Of wil je hele plot vol bouwen? Ik wil het hele plot vol hebben, ja. Oké. Hele plot vol, misschien wel een tuintje aan de zijkant als het past eigenlijk. En ik ben aan het twijfelen. Wat vind jij? 1 of 2 hoog? Ja, kijk, weet je, als je hier naar binnen komt, dan heb je zo gelijk eens van, ja, je hebt eigenlijk technisch alleen een balie nodig. Dat is alles wat je nodig hebt, dan pak je het goedkoop aan. Ja. Maar als je een soort van, ja, hoe zeg je dat, een beetje klasse wil hebben, of een beetje aanzien, dan is 2 hoog misschien wel handig. Dat je zegt van, nou weet je, hierboven heb ik ook nog een extra ruimte of zo.
Hierboven nog, misschien boven de machines. Het is niet nodig. Misschien boven, de verdieping is niet nodig. Misschien boven de machines of. Oh ja, dat kan ook. Dat je daar alle computers hebt staan of zo. Dat je doet als een eeuwoud ding is. Ja, misschien is sowieso ook wel misschien wel. Dat is ook wel gaaf. Een hoog dak. In ieder geval dat die hoog zit, inderdaad. Het hoogte, dat betekent natuurlijk. Dat is, lijkt me sowieso wel mooi. Ja. Want dan voel je ook gelijk kleiner. En dan zeggen dat werkt intimiderend. Ja, imposant is dat inderdaad. Ja, en dus de redstone. En dus de redstone blocks. Dat is wat ik dus wel heb ervoor. Dat is hartstikke tof. Ja, klopt. Ja, daar ook glas. En als het kan, quartz. Of anders weer dat smooth sand. Dat smooth stone, zeg maar, daar ook. Ja. Want dat stond ook op de scrapyard, stond een beetje. Ja. Ja, een beetje eigenlijk. Het Samal heeft dus een blue street. Ga ik gewoon de red street maken. Red light district. Dus die fiets. Ja, en dan zit ik te denken aan. Wat ik dan gelijk in mijn hoofd haal. Zeg maar. Hoe je dit allemaal omschrijft met hoge daken en mooie ramen en zo. Een mix tussen Griekse stijl en gotische stijl. Ja, ja, zeker. Ja, oké. Okay. Ik zie het al een beetje voor me. Ik denk wel dat ik hier wel genoeg mee aan kan. Oké. Okay. Ja, eigenlijk moet ik de offerte helemaal gaan uitwerken. Maar ik denk wel tot die 70.000, dan komen we wel helemaal in orde. 70.000 en dan gaan we dus even kijken bij de, hoe heet het, bij de bouwbedrijf van, misschien kunnen we korting krijgen. Krijg je nog korting erop? Ja. Of in ieder geval een startersbudget, omdat mijn gebouw toen iets fout gegaan was daar. Bij ja, de, nee, dat klopt. Rubbunker. Ja, en wil je trouwens ook nog het interieur er gewoon bij in, hè? Ja, tuurlijk. Als dat meteen gefixt wordt, dan... Oké, het interieur er gewoon bij in. Ja, weet je wat het is? Misschien ook een hele kleine tip die je mee kan geven. Deze gaf ik ook een case laatst. Want ik heb gehoord dat je bij de IKEA... Is allemaal gezeik altijd? Ja. Ja, weet je wat het is? Kijk, onze Jurgen die werkt ook bij de IKEA. Dus zeg maar, als je bij ons aangeeft welke meubels je wilt... Dan kunnen wij hem gaan inkopen bij de IKEA... Met de medewerkerskorting van Jurgen. Dus kunnen we het eigenlijk goedkoper leveren. Oké, okay. Dan moeten we binnenkort even met Jurgen naartoe gaan. Of, ja, precies. Dat is gewoon een dikke tip. Oké, dan gaan we het zeker even doen. Dan kan het nog mooier te maken gaan doen. Anders wil ik eerst even de buitenkant. En dan ga ik daar nog een keer met jou mee naar binnen. Als eigenlijk de buitenkant, het skelet staat dus eigenlijk. En dan ga ik samen met jou binnenkijken van, nou, wat heb je in gedachten? Want ik had ook misschien in gedachten dat je zeg maar naar binnen loopt. De balie echt precies in het midden van die kamer staat. Die echt eromheen kan lopen. Om die balie heen kan lopen, ja, weet je wel. Ja, dat zou ook heel tof zijn. Zo heel mooi centeren. Een soort van pooltafel of zo. Dat je er ook nog een soort van lounge area van maakt. Zoiets, iets gaafs gewoon. Dat zou ook wel heel tof kunnen zijn. Dat bedoel kan ik. Je zeg maar ook nog drankjes gelijk van verkopen. Bij je clubhuis. Ja, dat is ook iets. Nu meteen, of clubhuis hebt. Dus misschien wil meelopen, gaan even kijken. Oh ja, natuurlijk. Loop er even mee. Misschien is het ook wel iets voor jullie. Om het een beetje aan te passen natuurlijk. Ja, mijn clubhuis heeft natuurlijk nu blauwe strepen. Blauwe gevels, ja. Ja, en ik wil dat natuurlijk veranderen naar rode. Ja, want jij wil een rode steeg. Een rode strevels, dus alle blauwe dingen mogen eraf, dan wordt allemaal rood. Ja. Oh, ik denk dat je daar misschien nog wel beter bij het bouwbedrijf kan zijn. Toch wel bouwbedrijf? Ja, dan moet ik even kijken. Want als je naar ons toe zou gaan, dan moeten wij weer gaan uitmeten en wat we nodig zouden hebben. En dat is alleen maar extra kosten en dat doe ik je niet aan. Nee, is goed, dan haal ik het hierbij. Dan gaat Roy laten regelen door het bouwbedrijf, dat lijkt wel leuk. Maar wat vind je zelf van het idee? Een soort van uithaalsgelegenheid en als het... Ik vind het op zich wel een heel slim idee hoor. Ik moet zeggen, als het helemaal goed eruit ziet, je plekje zeg maar, als je het heel mooi aanpakt, dit project natuurlijk, mijn nieuwe bedrijf, dan gaat het plot daarnaast, kan ik misschien nog een keer inhuren. Dus als je het lekker doet, dan is de kans heel groot dat ik je nog een keer inhuur. Dat zou fijn zijn, want we houden graag vaste klanten. Natuurlijk willen we elke klant tevreden houden, net als met Sanderlaas proberen tevreden te houden. Maar nee, het zou fijn zijn als we die daarnaast ook gelijk kunnen doen, want had je daar ook al een soort van plan voor dan? Nog niet. Heel misschien ga ik daar een klein voedselwinkeltje openen. Ja. Dus, ja, Voor na het stappen natuurlijk, hè, de kebab en na het gokken en dat soort dingen. Dus dat komt allemaal nog zelfs goed. Zelfs gewoon een kroegje of zo. Weet je, we hebben nu die nachtclub, maar we hebben nergens een kroeg. Gewoon echt een volledige stamkroeg, waar je gewoon kan zitten met een paar mensen aan de bar. Gewoon lekker wat drankjes kan drinken, want dit is gewoon echt dansen en zwemmen en zo. En muziek draaien, gewoon even gezellig zitten. Ja, dat is een goeie. Want dat is nu allemaal weg. Kijk, we hebben natuurlijk wel de Mindbar in het F5 gebouw. Maar ik heb er nog niet echt iemand zien zitten of zo. Ik heb er ook niemand positief over gehoord. Nee, het is helemaal dood daar. Dus inderdaad, misschien is het wel een goeie inderdaad. Er zijn een klein barretje hier open. Ja, misschien een kroeg of zo. Dat zou ook wel leuk zijn. Nou, in ieder geval, ik zal de offerte gaan uitwerken. En ik zal later vanmiddag de offerte bij jou in de brievenbus doen. Dan wordt dat ook helemaal gelijk op orde gesteld. En dan zal ik Jurgen gelijk doorgeven dat ik kan gaan beginnen met het ontwerpen. En dan zal ik hem verder gaan helpen met de ideeën die hij had. Oké, okay, top. En dan komt het helemaal goed volgens mij. Ja, dan ga ik even de ideeën nog allemaal uitwerken en verder. Maar in ieder geval, dankjewel. Ja, graag gedaan. En succes met de business en de zaken en zo. En je hoort nog van me. Ja, is goed, super. Nou, dan spreek je nog. Oké, okay, later. Doei. Oké, okay, dat was dus Willem. Jeetje, het was een beetje... Het zat wel moeilijke vragen. Maar dat betekent wel dat hij graag iets moois wil neerzetten. Dat is wel tof. Ik wil dus niet helemaal vol...
proppen hier met het wetkantoor. Hebben jullie inderdaad nog een vette weddenschap? Jij als kijker, heb ik jullie nodig? Heb jij nog vette weddenschapjes waar we kan stemmen? Ik heb hele leuke gezien bijvoorbeeld van, ja, kijken wie na een paar dagen langs de lijn geweest is. Wie denk je wie het wordt? Wordt het die of die? Of dat soort dingen. Dat is allemaal heel gaaf en zo. Ik ga kijken of ik ze hieronder iets kan laten bouwen door Willem en eigenlijk het architectenbureau. Dat ik eronder gewoon leuke dingen kan doen. Wat eigenlijk dus niet mag. Maar ja, ik ga het gewoon regelen bij David. Dus het moet op zich wel goed kunnen komen. Dus dat is wel hartstikke fijn. En dan ga ik je proberen om hier een soort van red light. Een soort van uitgaansgelegenheid te maken. Want ik weet dus inderdaad dat de laatste keer in mijn vorige video zei ik dat Marnik, oftewel een GameStad, die gaat hier zijn eigen tv-studiootje neerzetten. Dat kan, hartstikke gaaf. En ja, dan geef ik hem ook rode blokjes. Dan wordt het eens van een rode straat gaan je proberen te krijgen. Want allemaal vette uitgaansplekken. Alleen, ja, deze woont er wel midden in dit gebouw. Maar ja, so be it. Dit ga ik geen eens moeilijk over doen. Dit gebouw staat gewoon in de weg. En de hut van Duffy ook. Maar dat maakt niet uit. Het zijn gewoon drie grote plots die ik daarvoor wil gaan gebruiken. Dat komt allemaal wel goed. In ieder geval mensen, hopelijk vond je het een leuke video. Vond je het hartstikke tof. Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het super awesome vond. Want ik krijg echt super veel steun op Mindtopia. Hartstikke bedankt daarvoor. Dus laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Ik wil Willem even bedanken. Dankjewel Willem. Ja, graag gedaan voor het... Voor dat, ja. In ieder geval, ja, Willems kanaal staat beneden in de beschrijving. Dat is BD Wils. Ja, BD Wils. BDWILZ. Wow. BDWILZ. Staat beneden in de beschrijving. Abonneer op BD Wils. Hij heeft ook natuurlijk Mindtopia op zijn kanaal. Hartstikke tof. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Later maar tot ziens. En natuurlijk, peace.